Goeiedag. De afgelopen dagen hebben we echt weer een beetje van dat kwakkelende voorjaarsweer gehad, waarbij van alles en nog wat de revue passeerde. Afgelopen vrijdag wel de eerste lokale 20 graden. In Groningen werd die temperatuur gemeten. En daarna ging de temperatuur weer omlaag. Kwamen we in een noordwestelijke stroming terecht met dit soort buien die over ons land heen trokken. Er waren ook echt wel mooie momenten met zonneschijn, maar die temperatuur was toch echt wel een beetje een spelbreker. We zien hier een boottochtje door de bloembollenvelden en alle mensen op de boot hebben nog een sjaal, handschoenen of een dikke jas aan. Nou, gaat die temperatuur eindelijk wat oplopen? Gaan we wat stabieler weer krijgen of blijven we de komende 10 dagen met dat kwakkelende lenteweer te maken houden? Daarvoor begin ik eventjes wat hoger in de atmosfeer. Het stromingspatroon en ook de luchtsoort op ongeveer 5 kilometer hoogte. Dat is het 500 hectopascal vlak, zoals we dat zo mooi noemen in de weerkunde. En dan valt op dat we aan het begin van deze 10 daags op woensdag hebben we een beetje met een licht meanderende, slingerende stroming te maken. We zien hier boven Scandinavië wel een bel met koude lucht zitten en de meeste warmte bevindt zich wederom weer in het Middellandse zeegebied. En in de loop van de tijd zit er wel geleidelijk wat veranderingen in te komen, want boven de Britse eilanden begint zich geleidelijk een beetje een hoogterug op te bouwen en dat zorgt ervoor dat er een beetje een geblokkeerd patroon ontstaat en dat je veel sterker die contrasten krijgt tussen die zachte lucht die vanuit het zuiden kan opstuwen en juist die kou die vanuit het noorden komt afzakken. En als ik de animatie dan eventjes laat lopen tot het einde van de termijn die we bekijken, dan zien we echt dat die hoogterug boven de Britse eilanden komt te liggen. Daarin kan die zuidelijke stroming op gang komen, terwijl iets oostelijker van ons, daar bevindt zich echt de koude lucht. En wij bevinden ons in Nederland net een beetje op dat grensvlak. En je kan je voorstellen, dit is één berekening, één uitkomst van het Amerikaans weermodel. Maar subtiele verschillen van die positie kunnen voor ons land een hele grote impact hebben. Als dit hele zaakje wat meer naar het westen verschuift, dan komen wij onder die uitzakkende koude lucht terecht. En dat gaat natuurlijk ook zijn weerslag hebben op de temperatuur. Als die hoogterug juist wat meer in oostelijke richting verschuift, ja, dan kunnen wij met die zuidelijke stroming te maken krijgen. En dan gaat de temperatuur wat oplopen. Dus dat soort subtiele verschillen zijn heel bepalend voor de temperatuur en ook wel het weerbeeld wat we volgende week gaan meemaken. Nou, als we dan even van 5 kilometer hoogte gaan afdalen naar het weerbeeld bij de grond, pak ik even deze modelberekening erbij. Dan valt op dat we op woensdag nog met relatief rustig weer te maken hebben. We hebben te maken met een uitloper van een hoge drukgebied. En om ons heen bevinden zich de lage drukgebieden. We bevinden ons een beetje tussen twee vuren in wat dat betreft. Zorgt voor tijdelijk wat stabieler weer, maar het is van korte duur. Want op vrijdag dan gaat er van dit lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan gaat zich een ander klein lage drukgebiedje afsnoeren. En dat noemen we ook wel een randstoring. En hier zien we dat gebeuren. Daar komt dat kleine lage drukgebiedje los van zijn grote broer die nog op de Atlantische Oceaan ligt. Nou, dat lage drukgebied en de regenzone die daarbij hoort gaat op vrijdag voor een vrij druilerige dag zorgen. Maar daarna gaat dus die opbouwende invloed van die hoogterug boven de Britse eilanden gaat zich laten gelden. Maar wat gaat dat aan de grond opleveren? Boven Scandinavië komt dan ook geleidelijk een hoge drukgebied tot ontwikkeling. En dat gaat die lage drukgebieden weer bij ons land wegduwen. Die blijven ten westen en ten oosten van ons. En als ik de animatie dan op dinsdag even stopzet, dan zien we ook hoe dat hoge drukgebied hier tot ontwikkeling komt. Lage drukgebieden en regen weer ten westen en ten oosten van ons. Dus dat gaat er echt voor zorgen dat het weer wat gaat stabiliseren. En natuurlijk kunnen er af en toe nog wel kleine weersystemen of fronten door die blokkade heen breken, hebben we tijdelijk even met wat wisselvalligheid te maken. Maar zoals het er nu naar uitziet, zit dat niet heel overtuigend in de weerkaarten en gaat het neerslagsignaal behoorlijk afnemen. Kom ik zo met de pluimen nog even op terug natuurlijk. Nou, die opbouwende hoge drukinvloed daarbij. Maar de windrichting is wel heel bepalend voor de temperatuur. In dit geval hebben we met een noordoostelijke wind te maken. Dan kan het toch nog wel wat aan de frisse kant zijn. Als dat hoge drukgebied wat meer naar het oosten komt te liggen, zoals op de wat langere termijn gebeurt, ja, dan krijgen wij met een oosten tot zuidoosten wind te maken. En dan kan natuurlijk die zachte lucht die in het Middellandse zeegebied aanwezig is wat dichterbij komen. En dat laat de temperatuur wel behoorlijk oplopen. Als dat hoge drukgebied
nog wat verder naar het oosten schuift, ja, dan krijgen we met een noordelijke stroming te maken. En dat gaat de temperatuur weer behoorlijk omlaag brengen. Dus de positie van dat hoge drukgebied aan de grond op zeeniveau is ook heel bepalend voor de temperatuur. Nou, laten we die temperatuur er eens even bij gaan pakken. Voorgaande animaties waren van het Amerikaans weermodel. Deze temperatuurpluimen zijn van het Europees weermodel. Zoals het er nu naar uitziet, gaat die blokkade dus toenemen. En afhankelijk van of die zuidelijke stroming op gang komt, gaat de temperatuur oplopen. We zien heel geleidelijk een stijgende trend in het verloop van de tijd. En pas rond bevrijdingsdag, dan komt voor het eerst die 20 graden weer in de buurt. Dus om die waarde weer op de thermometer te zien, moeten we nog eventjes geduld hebben. We raken de nachtvorst en raken we wel geleidelijk kwijt. Dus die echte kou in de nachten, dat lijkt voorlopig wel even einde oefening. Zullen we dan nog even het neerslagsignaal erbij pakken. Op vrijdag dus die randstoring die overtrekt, dan een behoorlijk druilerige dag. Ook op maandag nog wel een neerslagsignaal, maar daarna die toenemende hoge druk invloeden, is het lange tijd droog en pas als die blokkade helemaal aan het einde van deze termijn, als die blokkade een beetje onder druk komt te staan, dan pas gaat het neerslagsignaal geleidelijk weer wat oplopen. Dus de komende 10 dagen geleidelijk wat hogere temperaturen en na vrijdag ook overwegend droog.